Nou, hoi allemaal. Het is even een tijdje geleden geweest dat ik een video heb opgenomen. Zoals jullie weten ben ik de maand december en januari in Nederland geweest. Het was echt super fijn om er even thuis te zijn. En familie, vriendinnen en de honden te zien, iedereen te zien. Maar daarbij is het wel ook echt super pittig en heel erg druk geweest. We hadden een nieuw huis, dus we hadden een grote housewarming, een heel groot feest thuis. We zijn getrouwd. Eigenlijk gewoon alleen even op papier met onze familie om ons heen, wat een gezellige avond is geworden. En de bruiloft zelf die komt aankomende december. Dave krijgt waarschijnlijk geen vrij van de zomer. Daar hadden we stiekem een beetje op gehoopt. Maar dus we krijgen alleen vrij in december, dus dat wordt dan. De jurk heb ik al. Buiten dat hebben we de maand december dus echt super druk gehad. Ik ben niet aan het huilen trouwens, maar de zon is echt super fel. In december was dus echt gekkenhuis. We hadden alle feestdagen thuis. Familieetentjes, oud en nieuw was bij ons thuis. Dat was ook echt super leuk, maar Dave en ik hebben gewoon nul tijd voor elkaar gehad. Het scheelt wel dat we hier alle tijd altijd voor elkaar hebben. Maar alle dingen waar we naar uit hadden gekeken, zoals romantisch met z'n tweetjes uit eten of andere leuke dingen doen. Zoals naar de bioscoop, wat we graag doen. Daar hebben we gewoon helemaal geen tijd voor gehad. En dat vonden we allebei wel jammer. Dus we hebben zoiets. We zijn totaal niet tot rust gekomen in december. Dus we hadden zoiets van. Volgend jaar gaan we gewoon eerst een weekje op vakantie. Want we vinden het natuurlijk super leuk om iedereen in Nederland te zien. Maar we willen ook vakantie. En dat was het gewoon niet echt. Het was gewoon allemaal een beetje te veel op elkaar. Met alle feestdagen bij ons. Het trouwen. En housewarming. Veel dingen die geregeld moesten worden. Iedereen over de vloer. Waar we wel gewoon allebei heel erg van houden. Alleen het moet gewoon iets beter verdeeld worden. We hebben het natuurlijk wel heel erg lekker gehad in Nederland hoor. Gewoon weer onze normale boterham. Gewoon de kleine dingetjes. En alle feestjes die we hadden waren gewoon super leuk. De opening van ons restaurant, Klein Kalfje. Wat ook een heel groot succes was. Het is heel moeilijk om je tijd te verdelen. Je wil gewoon dat iedereen je nog even kan zien. En natuurlijk Rio. Die iedereen heel lang niet had gezien of bijvoorbeeld nog nooit had gezien. Dus dat is eigenlijk de reden waarom ik niet door heb gefilmd. Als ik dat ook nog eens allemaal zou moeten doen. Ik had geen eens een hand over om de camera vast te houden. Dus sorry, het was niet dat ik het aan het opgeven was. Maar ik had zoiets van, ik neem daar gewoon eventjes vrij van. Dus straks in Olsen heb ik alle tijd weer. Dit is voor het eerst dat jullie me eigenlijk rijden zien vloggen. Ik heb ook echt een jaar geen auto gereden. Maar dat is ook helemaal niet goed. Daarom heb ik wel echt de blik op de weg. Wat ik vandaag ga doen is super leuk. Ik ga een shoot doen voor Saints and Stars. Dat is een sportschool in Amsterdam. En daar heb ik echt heel veel zin in. Een van de mede-eigenaren is Roberto da Costa. Hij is van Opie's. En je kunt hem kennen van So You Think You Can Dance. En nog wat andere dingen. Vroeger keek ik op de film Afblijven. Van het boek van Carrie Slater zit hij in. En verder is het gewoon een hele aardige vent. Hij heeft mij altijd heel erg lang en veel getraind. Ik ben wel heel slecht in rijden en praten. Dus als ik een beetje afgeleid ben, dan komt het daardoor. De call time dacht ik dat die was 9:45. Dus ik voelde me helemaal de shit dat ik helemaal gepakt en gezakt in de auto zat. Met de honden, de medicijnen gehad, eten. Rio had ik alles voor klaargezet. Want Dave is voor het eerst aan het oppassen terwijl ik werk. Dus ja, dat was dan. Dus ik voelde me helemaal te gek dat ik alles had gered op tijd. En met gewassen haren, geschoren benen in de auto zat. En toen kreeg ik ineens een berichtje dat de call time om 9:15 was. Dus daar baalde ik echt heel erg van. Als er één ding is waar ik me echt altijd voor schaam, is als je te laat komt. Andere mensen doen er altijd makkelijk over. En het is echt fijn als je dat hebt.
Maar als ik voel dat ik te laat kom, dan gooi ik echt alles in de strijd om op tijd te komen. En dit is dan helemaal suf als gewoon de call time een uur eerder was. Nou, ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Het is echt een super mooie sportschool. Ik ben er dus niet geweest, maar ik zie het heel vaak voorbij komen op Instagram. En er komen nog twee modellen, dus dat is ook wel leuk. En ik ben heel benieuwd wat ik moet doen. Het moodboard zag er super tof uit. Ja, ik ga jullie een beetje proberen mee te nemen tussen het werk door, als dat lukt. Saints and Stars. Een supermooie sportschool. Ik moet er wel nog heen, maar alles wat er bij is gekomen is er echt top uit. Shirelle Schrik, die is ook mee aan het shooten vandaag. En die staat al op de vloer. We zijn al eventjes geweest in sportoutfitjes. Met helemaal met olijfolie ingesmeerd, zodat het eruit is alsof we heel bezweet waren. En een beetje boksoefeningen moest ik doen. Dus nu kon ik weer even mijn boksskills uit de kast toveren. En nu gaan ze iets met goud doen, zowel de nek en de borst zitten onder goud. En met mij gaan ze dus iets anders doen, dus ik ben heel benieuwd. Maar hij zit nu ook in de rullers. En ja, het is een superleuke dag. Is dat nou, Shaggy? Wat vind jij van het nieuwe huisje? En de hondjes? Ja! Goedemiddag is het inmiddels. Wij hebben echt een onwijze kater, want we hadden gisteren de housewarming. Ik had mijn vlogcamera helaas in de luiertas laten zitten, want Rio was bij mijn schoonouders. Maar het was echt het beste feestje ooit. Mijn nichtjes liggen hier ook op de bank. We zijn hier blijven slapen. Onze vrienden uit België hebben hier ook geslapen. Ze zaten aan het ontbijt, maar die zijn inmiddels naar huis. En Rio is er dus net weer, dus ik kon weer vloggen. We hebben lekker kaassoufflés en kroketten besteld. Die komen zo. De meiden zitten nog aan de chips. We hebben een kerstfilm opgezet. En het was echt complete chaos gisteren. De DJ was er en eigenlijk had het feestje alle elementen die het moest hebben. Er is zelfs iemand tegen de vlakte heeft gegaan. Maar alles is goed afgelopen hoor. Die is weer helemaal bij zinnen. Het was echt hele goede muziek. Iedereen die er moest zijn, die was er. De meesten in ieder geval die er konden zijn. En de hondjes zijn lief geweest. En het was echt. Je hebt het misschien voorbij zien komen op Instagram, maar het was echt een topfeest. Schat, jij hebt het ook leuk gehad, hè? Nee, anders moet. Ja. Helemaal kapot. Meiden, hoe vonden jullie het gisteren? Ja, echt top. Super gezellig. Wat was het hoogtepunt? Dat Kevin met de ambulance mee moest. Met Kevin gaat het inmiddels weer goed. In de bijkamer doen. Sky is bang dat de kaassoufflé gepakt wordt. Hier hebben we heel veel kroketten. Heel veel kroketten. Ik begrijp echt niet wat je bij kroketten hebt. Kijk eens. Wil jij een kroketje? Kroketje erbij. Rio. Ga je een beetje netjes leren eten? Ik heb dus voor het eerst een groentepotje en hij vindt het heel lekker. Maar hij zit helemaal onder. Hij is zo'n drukke baby. Oh, tuurlijk. Even een chipje tussendoor. Nee, even serieus. Is dit normaal? Of ben ik de enige die op deze manier echt... Ik heb het, zeg maar, dat stukje wat tussen zijn ogen zit op zijn voorhoofd. Dat heb ik niet eens voor de show gedaan. Het is gewoon echt daar terecht gekomen. Maar even, Rio. Waarom zit de chip nu in je nekplooi? Goedemorgen. Ik voel me nog steeds een beetje katerig. En het is hier nog niet helemaal opgeruimd. Gisteren zijn we gewoon heel moe geweest.
hebben het grootste gedeelte gedaan, maar we hadden zoveel vaat, zoveel troep. Rio slaapt en Davy is even Dani ophalen. Zijn kleine man. En ik kom lekker 2 nachtjes logeren, dus dat is heel gezellig. We gaan vanavond eventjes bij mijn opa en oma in Vinkeveen eten. En die kan echt geweldig stampot maken. Ik heb gezegd, verras ons maar. Dave houdt alleen niet van andijvie. Dus ik ben benieuwd. Daar heb ik echt heel veel zin in. Ik kijk heel erg naar uit. Dus de home tour stel ik nog even uit, totdat ik een beetje heb schoongemaakt. Ik kan jullie wel even een sneak peek in mijn tuin geven. Dit is de serre. Hier is ook nog een beetje een troep van de... wat er is gebeurd. Ja, dit is dus helemaal de tuin. We hebben een klein stukje afgezet voor de honden, voor als we er niet zijn, want er zit een sloot omheen en Shaggy kan niet zwemmen. Dus dat hebben we nu eventjes met een soort kinderboerderijhekje afgezet. En dan kunnen ze wel gewoon helemaal daar. En er loopt dus nog aan de zijkant allemaal gras. Dus echt genoeg ruimte om in de zomer lekker een tuinfeestje op te geven. Moeten we even nieuwe vogelbollen halen, want we hebben hier dus 's ochtends groene papegaaien. En die hebben nu al bijna deze hele tros leeg gegeten. Dit is wat ik voor jou heb. Wow, is dat een smurfentaart? Dat lust je denk ik niet, hè? Kijk, lust ik wel. Ja? Ja. En wat zit erop? Wat zit erop de taart? Even van dichtbij bekijken. Een aapje. Een aapje? Ja. Pak hem maar af. Kun je die wel eten? De aap kan je denk ik niet eten, schat. Alleen het wat erop zit wel. Zal ik even een bordje voor je pakken? Is het zo lekker? Lekker? Hij bijt niet. Hij kan niet bijten. Hij heeft geen tandjes. Kom maar. Kom maar. Lekker. Lekker, hè? Wat is er Ik doe aardappeltjes doorheen, maar is lekker. Mm. Dat vindt hij wel lekker. Oh, lekker. Kijk eens deze. Hier, deze. Mm. Goedemorgen, het is hier 1 grote chaos. We hebben het super gezellig op opa Piet en oma Wil. Echt heel lekker gegeten ook. Vandaag zijn we al heel vroeg uit de veren, want we gaan baby zwemmen. Rio heeft van de week al samen met zijn opa dat eventjes gedaan. En nu gaan Dave en ik mee. En Dani gaat ook mee. Het open met de zwemluier. Gaat hij zelf aandoen? Ja. Ik ben een beetje wit, vriend. Heeft hij van mama? Ik vind het een beetje wit. Vroeg ik, hè? Wat ben je mooi. Wat ben je mooi. Heb je lakschoenen en een overhemdje aan? Oké, we zijn dus helemaal verwilderd. Daar hebben we het net over. Ik ben met... my best friend, partner in crime. Oh ja! Oh, en ik dan? Represent by... nee, jij komt straks aan de beurt. Represent by Maison Sauvage. Ja. En hier hebben we model. Model Sky. Die is ook mee. Ik had liever best friend. Oh. Oh super. Nee, sister. Maar sister is nog... sister is bloed. Nee, we zijn dus onderweg. Ga ik je even omdraaien. Naar de Westgasfabriek. De show van Femke Louise. Er is zeg maar iets gaande over dat ze een foto had gepost met dode dieren en bont en zo. Nou ben ik zelf ook helemaal niet meer van de echt bont. Ik vind dat het ook echt niet meer kan. Maar wij denken dus dat dit een stunt is. We zijn heel laat, dus ik ben ook heel gaas aan het praten. Maar dus we denken dat het een stunt is en dat ze gewoon straks fake fur bontjassen heeft. En dat er een...
opbrengst naar het goede doel gaat voor zielige dieren of zo. Vanaf nu zijn we weer helemaal opgeladen. Ik ben al eventjes, het is februari. Ik ben nu al 2 weken in Ulsan. En kunnen we er gewoon weer tegenaan. Ik zal nog eventjes vertellen hoe de reis is gegaan. Want ik vloog nu alleen terug met Rio. En zeg maar de heenweg was ik met Dave en dat was echt een hel. Dave zei dat doe ik nooit meer. Nou ja, ik moest natuurlijk wel. En nou ja, laten we het eventjes hebben over het coronavirus. Dat is nogal losgegaan op mijn social media. Of er waren een paar mensen in shock dat ik Rio geen mondkapje had opgedaan. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik had me niet zo heel erg in het coronavirus verdiept tot 2 dagen dat ik vertrok. En toen hield iedereen zich er gewoon heel erg mee bezig en was het natuurlijk overal te zien en te lezen. En toen kreeg ik toch een beetje paniek en heb ik allemaal desinfecterende handgelletjes gehaald en mondkapjes. En ook voor de Joop. Toen kwam ik op Schiphol en toen was ik eigenlijk één van de weinigen. Ik zag er nog wel een paar lopen, maar één van de weinigen met een mondkapje. Rio trok natuurlijk zijn mondkapje steeds af. Dus ik had het wel uit voorzorg gedaan. Nou schijnen achteraf de mondkapjes die wij hadden helemaal niet te helpen. Heel veel mensen gebruiken die, maar ik heb dus gelezen dat je bepaalde mondkapjes moet hebben om dat tegen te gaan. En dan nog is het niet eens zeker of het helpt. Dus er is nogal een discussie gaande. Mensen die echt super lelijke dingen hebben geschreven. Want ik echt denk, nee, dan ben je niet helemaal goed bij je hoofd. Die kan je afvragen waarom die hem geen mondkapje op had op de foto. Dat is omdat gewoon een kleintje niet de hele tijd met dat ding op kan zitten. Dat trekt hij natuurlijk af. Daarbij moet hij gewoon eten, drinken. En ja, uiteindelijk heb ik ook nog gehoord dat baby's helemaal niet vatbaar daarvoor zijn. Dus hoe het precies zit, ik ben geen dokter. Er wordt in ieder geval allemaal veel onderzoek naar gedaan. En nog steeds probeer ik wel zo min mogelijk dingen op een vliegveld aan te raken. Goed onze handen te desinfecteren. En doe ik wel gewoon mijn best wat ik kan doen, want ik vind het wel een heel eng idee. En ik was er al super zenuwachtig over, dus dat ik al die shit over me heen kreeg. Maar er waren niet zo heel veel mensen, maar een paar die gewoon heel lelijk hadden gedaan, vond ik niet terecht. Nou, voor de rest heeft Rio zich gewoon keurig gedragen tijdens de vlucht. En heeft hij zelfs een beetje geslapen. Via de club vloog ik business, dus dat was al heel relaxed. Dus ik had een groot bed. Alleen dan heb je niet een extra babybedje, dus dan deel je de stoel wel echt met Rio. Want dat kan blijkbaar niet als je business class zit. We zijn weer thuis. Het is 1-1 geworden, dus het is niet per se slecht en niet per se heel goed. Dave die heeft niet gespeeld. Die is ook niet ingevallen, want hij had nog een beetje last van zijn knie. Dus nu hebben ze 2 weken rust, omdat ze eigenlijk tegen een team in China moesten spelen volgende week. Maar ja, in verband met de corona gaat dat dus eventjes niet door. Verder is Dave morgen lekker vrij, dus dat is echt super fijn. Rio is eventjes naar onze visjes aan het kijken. Ik heb er trouwens 1 uur over gedaan om in het stadion te komen, terwijl het echt maar 10 minuten kwartiertje hier vandaan is. Want hij bracht me in plaats van naar het stadion, naar het clubhuis. Weer een typisch gevalletje van miscommunicatie. En dat is me echt wel eerder gebeurd. Dus vervelend, dus ik kwam een beetje te laat. Verder, het team waar ze tegen speelden, dat was tegen Tokio voor de Champions League. En we hoorden dus net dat er iemand was oud gegaan die hele hoge koorts had. Van het een van de supporters van Tokio. Dus dan iedereen zat met mondkapjes op en ik dus weer niet. Dus ja, het is toch best wel serieus. Maar misschien was het iets anders. Laten we het hopen. Er werd wel trouwens, toen ik naar binnen ging, moest je een formulier invullen.
En een soort van camera. En dan konden ze zien dus of je corona had. Echt bizar. Dus ze nemen het wel heel serieus. Gelukkig is er in Ulsan nog geen corona geconstateerd. Dus, nou, dat is wel iets positiefs tenminste. Ik ga eventjes Rio naar bed doen. En dan gaan Dave en ik eventjes lekker relaxen op de bank. En kijken wat we morgen gaan doen. Goedemorgen. Rio ligt hier op de bank te slapen. Dave is vandaag lekker vrij. En die is topfit, want die heeft gisteren niet gespeeld. Dus dat is wel relaxed. Het is alleen super vies, mistig en regenachtig weer. Terwijl het hier echt alle dagen heel zonnig is geweest. Wel koud, maar zonnig. En dit lijkt meer een beetje op Hollands weer. We gaan zo toch even naar buiten, want ik heb sowieso boodschappen nodig. Een ring die ik van Dave voor mijn verjaardag heb gehad hier. Ik ga eventjes terug proberen te brengen. We hebben geen bonnetje, maar ik heb nog wel het doosje. En ja, ik denk dat ze ons nog wel herkennen. Maar er zijn een paar steentjes uit. Dus moeten we even laten maken. Verder denk ik dat het vandaag gewoon een beetje lekker Netflixen wordt. En hapjes maken. En misschien ga ik wel lekker courgettesoep maken. Die had ik vorige week gemaakt. Dat is echt super goed gelukt. En het blijft hier toch een beetje improviseren met gerechten. Ja, omdat ze gewoon niet alle producten hebben die ze in een Jumbo of een Albert Heijn of elke andere Nederlandse supermarkt hebben. Nou, ik zal je nog eventjes dit sombere weer laten zien. We zitten nu bij de Starbucks. Dave is eventjes aan het halen. We wilden naar No Brand eventjes wat boodschapjes halen. Alleen hij is voor some reason dicht. En we weten niet waarom. Want hij hoort gewoon open te zijn. Dus nu moet ik een andere supermarkt gaan vinden waar ze dus groente hebben voor in de soep. En dan denk je, dat heeft toch iedere supermarkt? Ja, dat ligt er dus aan wat voor groente je in de soep wil hebben. En wat voor soep je gaat maken natuurlijk. We hadden super dorst. En Ria probeert te ontsnappen uit zijn kinderwagen. 3, 2, 1 voordat hij gaat janken. Ja, hij is er niet echt mee eens. Hey, wat heb jij een mooie out of bed look, Rio. Wat ben je mooi. Hande bakajong? Ik zei het gewoon goed hoor. Bakketje. We gaan dus nu eventjes naar Hyundai Department Store. En daarboven heb je zo'n heel lekker steakrestaurant. Daar ben ik een keer met mijn moeder en met mijn vader geweest. En we zijn eigenlijk nooit meer echt teruggegaan omdat een beetje dat je er de taxi of de auto van moet pakken. Een beetje uit de route. Maar we hadden gewoon echt trek in om dat eventjes te doen. Is de courgette soep nu van de baan of wil je dat nog steeds? Die wil ik nog steeds. Moet jij nou? Courgette soep of een broccoli soep. Courgette of broccoli soep. Oké, dan beneden is het toch een supermarkt. Dus kunnen we meteen wat spulletjes halen. Ik moet sowieso voor Rio vers koken vanavond. En ik heb beloofd om soep te maken. En dan gaan we dus nu eventjes lekker een stukje eten. Ik vind het wel heel leuk dat je weer bent begonnen met vloggen. Ja, jij vindt het ook zo leuk op de camera. Ja? Ja? We zitten dus nu bij. Oh. Wat is er? Heb je alles hier op de grond gegooid? Kijk. Wow. Dat is cool. Maar wat ik eerst wilde vertellen, we zitten nu bij Mad for Garlic. Het is echt een super leuk tentje. Alleen er zit dus nooit een kip. Ik ben er nu 2 keer eerder geweest. En we hebben dus net lekker lemonade besteld. We hebben dus net lekker steak besteld. En alles gaat gelukkig via een iPad. En dat is gewoon Engels en de plaatjes. Ze hebben echt super veel lekkere dingen.
Ze hebben zelfs een pizza met chorizo en potatoes. Ik weet niet of ik daar heel veel van vind, maar ze hebben het wel. Je kan het dus zo gek niet weten. Maar ja, we hebben dus lekker iets besteld. Dat ga je zo zien. Dave heeft eventjes, toen ik naar de wc was, een subtiel gerechtje voor mij besteld. Even serieus. Lekker! Ja! Mama is heel trots op jou. Goedemorgen! Rio heeft net zijn ontbijtje gehad en het is echt super mooi weer vandaag in tegenstelling tot gisteren. We hebben gisteren wel echt een super lekker dagje gehad. Lekker met je rondgestruind en boodschapjes gedaan, lekker gegeten. Ik heb geen soep meer gemaakt. We hadden al zo uitgebreid geluncht, wat om 5 uur was. Dus we hadden niet meer echt trek in de soep, dus die ga ik dan maar vandaag maken. Ik heb wel 2 super schattige jasjes voor Rio gekocht, want hij groeit echt als kool. Dus hij was wel echt toe aan een nieuwe jas. Ik ga vandaag even kijken voor een Valentijns cadeautje voor Dave. Vorig jaar heb ik dus de vissen aan Dave gegeven. En dit jaar heb ik echt geen idee wat ik moet geven. Echt geen idee. Ik had dus gisteren dit bombertje voor Rio gekocht. Ik vond hem echt super stoer. Van Rodini is het. En ik had een soort van regenjasje van Ralph Lauren. Ook echt heel leuk. Er zit hier een capuchonnetje in. Dus ja, goede aankopen in het donkerblauw dan. Wat ben jij aan het doen? Rio? Wow, wat kun je goed kruipen. Wat goed! Kijk, hij heeft een hele komische manier van kruipen. Kom! Kijk eens naar deze. Kom dan. Goed zo! Hi! Nee toch? Ik zit nu eventjes bij mijn dan. Ik heb een koffietje besteld en salade. In de winter is het echt super leuk. Dan hebben ze hier van die tippies buiten staan. Waar je in kan zitten. Dus dat moet ik zeker een keertje gaan doen. Normaal is dit een heel lekker terrasje. Maar dit is ook heel leuk. Allemaal dekentjes en zo. Riootje ligt lekker te slapen. En ik heb net Valentijns cadeautjes gekocht voor Dave. Dat heb ik nu ingepakt. Een kartonnen gekocht. Slash portemonneetje zit eigenlijk ook. Hij heeft nu alleen zo'n money clip. Dat is gewoon niet handig, want hij betaalt eigenlijk hier alleen maar met pasjes. Dus dat vond ik wel iets waar je gewoon veel aan hebt. En ik heb een nieuwe soort van bed gekocht, zo'n Peaky Blinders bed. Hij steelt nu steeds die van mij. En hij wilde heel graag een zwarte, maar die kon hij niet vinden. En ik heb hem gevonden. Ik weet alleen niet of hij hem gaat wassen. Hij zag er klein uit, maar was mij wel iets te groot. Dus dat heb ik gekocht. En wat snoepjes. En ik heb allemaal een leuke doos gedaan met een mooie kaart erbij. Je nieuwe patas. Biggie hoor. Goedemorgen. Het is weer super mooi weer. En gisteren was Valentijnsdag, alleen super suf. Ik ben vergeten mijn accu op te laden van mijn camera. Dus ja, wat hebben we gedaan? Ik had wel een paar shots gemaakt. We zouden eerst met z'n tweetjes wat gaan doen. En toen appte
Jason, dat hij met zijn vrouw bij de teppanyaki plaat ging eten. En zijn kinderen. En dat de nieuwe jongen Björn met zijn vrouwtje meegingen naar de teppanyaki plaat. Of wij dus ook meegingen. Nou ja, eigenlijk Valentijnsdag met z'n tweeën romantisch. Ik had al oppas voor Rio geregeld. Dus dat vond ik wel een beetje zuur. Alleen toen had ik zoiets van, ja, Dave en ik zijn elke dag met z'n tweeën. Alleen niet zonder Rio, dat was dan eventjes toevallig. Maar laten we gewoon even sociaal zijn en meegaan. En het was echt super gezellig. We zijn dus bij die teppanyaki plaat geweest. Het enige was, je kon daar dus live abalone en live scallops eten. Het zijn bepaalde vissen. Dus dat je die levend eet, nou ja, dat wilde wel niet. Maar je kon alleen een menu nemen. Toen zeiden we van, ja, wil je het dan gewoon eerst voor ons bakken? En ze hadden slakken en het was gewoon allemaal dingen die ik nooit zou bestellen. Dus op een gegeven moment gruwelden we allemaal zo van, ja. Maar we lieten ons verrassen, want er zat ook kreeft bij en gewoon beef en weet ik veel wat. Dus, maar ja, dat was natuurlijk ontzettend lachen geblazen, want wij hadden allemaal zoiets van, wat is dit? En die Koreaan die het aan het maken was, die vond het allemaal heel normaal natuurlijk. Die had zoiets van, wat zijn het voor gekke mensen. Sashimi was trouwens wel erg lekker, maar daarmee was het wel echt gezegd. Dus dat was niet voor herhaling vatbaar, maar het was echt super gezellig. Dus met Björn en zijn vrouw, Veronica. En nou, Natasha heb ik weer gezien na een lange tijd met Jason en de kinderen. Het enige was dat ik dus jammer vond dat Rio er niet bij was. Die was voor het eerst bij Eukjong, de oppas. En dat is helemaal goed gegaan. Ik vond het best wel. Ik zat met tranen in mijn ogen. Dat is eigenlijk voor het eerst. Maar het ging allemaal goed. Het was voor 4 uurtjes. En hij was er ook helemaal oké mee. Nou, dus al met al was het een super gezellige Valentijnsdag. Ik heb super mooie gimpen gehad van Dave. Echt heel lief. En hij was ook heel erg blij met zijn cadeaus. Ja, daar komt hij aan, daar komt hij aan. Ja. We moesten naar de badkamer komen, omdat Rio iets heel leuk vond volgens papa. Mama, voor papa. Dave, doe nog eens wat je kan. Hij staat hier in zijn onderbroek op 1 been. Ik zal de onderbroek achterwege laten. Wat een talent. Wat doet hij nou? Wat doet papa? Nou, ik weet niet of hij dat. Nou, papa was toch heel grappig, hè? Rio, gaan we slaapje doen? Ja. Wat een drama. Deze. Lekker broccoli. Ah, ja, smeer het maar lekker over je hele toetie. Twee. Komt-ie aan. Sorry. Lekker, hè? Oké, wat is hier de bedoeling van? Oh. Mama probeert het nog wel zo precies te doen. Oh nee! Het wordt steeds erger. Oh nee! Dit was het weer voor deze week. Ik hoop dat jullie blij zijn dat we weer terug zijn. Ik in ieder geval wel. Vond het wel weer heel leuk om mijn camera erbij te pakken. En ik hoop jullie volgende week weer te zien. Toch? Dave, zeg even doeg. Doei, schat. Nee, naar de mensen thuis. Doei, lieve mensen. Zeg maar doei, Rio. Zeg maar dada. Dada.